Hallo iedereen. In deze video wil ik het hebben over ook, ooit en nooit. We gaan eerst kijken naar ook. Ook zou je kunnen vertalen in het Engels als also. Bijvoorbeeld in de eerste zin: wij gaan ook naar Portugal op vakantie. Ook komt hier na het werkwoord. Wij gaan ook naar Portugal op vakantie. Ik heb een nieuwe telefoon, mijn zus ook. Daar komt niks achter, ook staat gewoon aan het einde van de zin. En de betekenis is, mijn zus heeft ook een nieuwe telefoon. Dus je zou de hele zin kunnen herhalen. Ik heb een nieuwe telefoon, mijn zus heeft ook een nieuwe telefoon. Dan komt ook achter heeft. Heeft ook. Maar we zeggen geen twee keer hetzelfde, omdat we weten waar we over praten, over de nieuwe telefoon. Dus het is voldoende om te zeggen, mijn zus ook. Wil jij ook een kopje thee? Hier komt ook achter jij, achter het persoonlijk voornaamwoord. Omdat het inversie is. Het is een vraag, dus we krijgen inversie. Wil jij? In plaats van jij wil. Als de zin geen vraag zou zijn, dan zou er staan, jij wil ook een kopje thee. Dus ook achter je werkwoord, maar we hebben inversie. Dus ook komt achter het persoonlijk voornaamwoord. Wil jij ook een kopje thee? De volgende zin. Ik wil ook meegaan met mijn vrienden naar het strand. Ik wil ook meegaan. Ook staat achter je werkwoord. Ik wil ook meegaan met mijn vrienden naar het strand. En dan de laatste is weer een vraag. Dan hebben we hetzelfde als de zin daarvoor. Heb jij ook een nieuwe auto? Heb jij ook? Ook komt hier achter het persoonlijk voornaamwoord. Dus achter jij heb jij ook een nieuwe auto. Als deze zin bevestigend zou zijn, dus geen vraag, dan zou ook achter het werkwoord staan. Jij hebt ook een nieuwe auto. Maar het is een vraag, dus we hebben inversie. Dan komt ook achter het persoonlijk voornaamwoord. Heb jij ook een nieuwe auto? Dan kijken we naar ooit en nooit. Ooit betekent ever. Nooit betekent never. Ooit, nooit. Ik ben ooit in Rusland geweest. Dat was leuk. So I have ever, once, I was in Russia. Ik ben ooit in Rusland geweest. Ooit, na je werkwoord hier. En dan hebben we een combinatie van nog en nooit. Dus hier nog en nooit. Nog nooit. Je zou kunnen zeggen, ik ben nooit in Rusland geweest. Maar dat klinkt niet echt zo goed. Als je het werkwoord ik ben, dus hier staat het werkwoord zijn, hebt, dan plus nooit gebruik je ook het woordje nog. Ik ben nog nooit in Rusland geweest. I have never been in Russia. Ik ben nog nooit in Rusland geweest. En nog staat achter je werkwoord en nooit komt daar vlak achter. Nog nooit. Ooit waren de zomers warm. Ooit in dit geval betekent eigenlijk lang geleden. Ooit, ever. Ik weet niet of je het echt in het Engels kan vertalen naar ever hier. Maar ooit. Dus lang geleden waren de zomers warm. Er was een tijd dat de zomers warm waren. Ooit waren de zomers warm, maar nu niet meer. Nu zijn de zomers koud. Ooit. Het is nooit warm in de winter. Het is nooit warm in de winter. It's never warm in winter. Het is. Ik ga nooit naar Spanje. Je ziet hier ook, het is nooit, nooit achter je werkwoord. Ik ga nooit
nooit ook achter je werkwoord. Die oefening is moeilijk. Het lukt me nooit. Hier staat nooit op het einde. So that exercise is difficult. How to translate het lukt me nooit. It's something as I never will be able to do the exercise. Something like that. Het lukt me nooit. Is min of meer een uitdrukking. Het lukt me nooit. En dan de laatste zin hebben we ook nog nooit. Ik heb dat nog nooit gedaan. Hebben plus nooit. Krijg je ook nog nooit. En dat is gespecificeerd hier iets wat je hebt gedaan. Het zegt niet wat precies, maar dat. Something that. So ik heb dat nog nooit gedaan. I have never done that. Nog nooit. Nu, hier met is heb je ook het werkwoordje zijn, zoals hier zijn, maar het is. En ik ben geweest, is de verleden tijd, de VTT, voltooid tegenwoordige tijd, zoals wij het noemen. Het is dus een verleden tijd, ik ben geweest. Hier, ik heb gedaan. Dus werkwoord zijn plus nooit in de verleden tijd. Werkwoord hebben plus nooit in de verleden tijd. Komt er nog bij. Nog nooit. Ik zal nog even al de zinnen lezen. Ik begin met ook. Wij gaan ook naar Portugal op vakantie. Ik heb een nieuwe telefoon. Mijn zus ook. Wil jij ook een kopje thee? Ik wil ook meegaan met mijn vrienden naar het strand. Heb jij ook een nieuwe auto? Ik ben ooit in Rusland geweest. Dat was leuk. Ik ben nog nooit in Rusland geweest. Ooit waren de zomers warm. Het is nooit warm in de winter. Ik ga nooit naar Spanje. Die oefening is moeilijk, het lukt me nooit. Ik heb dat nog nooit gedaan. Bedankt voor het kijken en ik hoop dat ik jullie een beetje heb kunnen helpen. En vind je mijn video leuk? Geef mij een duimpje, abonneer op mijn kanaal en ik zie jullie graag in mijn volgende video. Tot ziens!